boys, welkom terug bij Sons of the Forest. En hier zijn we de laatste keer geëindigd. Heb je de vorige episode niet gezien? Link in de beschrijving. En wij gaan vandaag weer een beetje op avontuur. Ik weet niet precies wat. We zien wel wat er op ons afkomt. Wat ik wel wil gaan doen trouwens, is even kijken of wij een repair tool kunnen maken. Want het lijkt erop dat mijn base flink aan... Of mijn base, mijn hutje, flink aan het aftakelen is. En ik denk dat we daar snel iets aan moeten doen. En ik weet dat je een repair tool kan maken. Oké, ik kan het zeggen, waar zijn allemaal spullen? Wat was daar geluid? I don't know. Dat was een raar geluid. Anyways. Ik weet dat we een repair tool kunnen maken. Ik weet niet precies hoe. Dus dat zal hier waarschijnlijk bij. Ja, dat is de steen en touw. That's it. Dat is alles wat we nodig hebben. Ik weet niet in hoeverre dat werkt. Maar volgens mij moet ik mijn hutje repareren. Dus daar gaan we nou gewoon achter komen. Hoe doen we dat? Moet ik er goed tegenaan slaan? Het lijkt erop voor niet. Ik zou willen zeggen dat mijn hutje er zo niet uitzag voorheen. Dus er is wel iets aan de hand. Maar hoe ik het repareer, dat is mij nog een raadsel. Want dit lijkt niet... Het klinkt ook zo hol. Funny. Funny joke. Oké. We gaan gewoon op pad. We gaan die kant op. Ik weet niet wat dat te vinden is. Iets waar ik ook nog aan zat te denken is... In de vorige episode hadden wij dat rare blobmonster gezien. En die grot die naast. Ik zou terug kunnen gaan en daar granaat op gooien. Je kan me niet vertellen dat het beest meerdere granaten zou overleven. En ik heb er best wel wat. Dus dat is iets wat we nog zouden kunnen doen. Maar misschien niet direct nu. Maar we gaan eerst gewoon even op pad. Pak eventjes onze... Waarschijnlijk onze boog erbij. We hebben nou arrows, dus dat is mooi. Kunnen we die gelijk testen. En ik weet ook nog steeds niet hoe wij nou ammo in onze gun doen. We hebben ammo. Maar het zit er niet in, denk ik. Ik weet niet zeker of het er niet in zit. Ik heb maar niet geschoten, maar... Ik heb maar... Misschien 9 kogels. Dus het zou een beetje zonde zijn om nou in de lucht te schieten om te kijken of je het doet. We pakken ook gelijk even onze telefoon erbij. Is er iets? We moeten eigenlijk richting die paarse dingen gaan. Ik zie ook een geel ding of een groen ding helemaal. Kijk hoe ver dat weg is op de map. Holy moly. Oh my god, dat is ver weg. Ik ga naar dat meertje wat we zien voor ons. Daar ga ik heen. Ik hoop ergens ook stiekem dat Kevin op een gegeven moment doodgaat. Klinkt misschien een beetje lullig. Kijk, op zich is het prima dat hij er is en dat hij me kan helpen. Maar ik heb nou geen hulp meer nodig. In het begin snap ik dat je hulp nodig hebt. Maar het heeft ook wel iets om gewoon compleet in je eentje te zijn. En ik heb geen zin om continu te babysitten. Oh, kijk dit dan. Hey, tentjes. Nice, loot. Loot, loot, loot. Dit ziet er vet uit, gek. Die heel die waterval. Nou, wat, oh wat hebben we hier? Weer een radio. Ik had die radio laatst gewoon moeten slopen trouwens, bij het strand. Ik ga er toch nooit meer terug. Misschien heb ik dat hier ook gewoon moeten doen. Hebben we energy bars, hebben we het net over gehad. Weer een boekie. Oh! Wat was dat? Kleding. Winter jacket. Lol. Is er sneeuw in deze map? Dat wist ik niet. Kan ik even naar kijken? Printer resin. Dat is een steen. Kan ik trouwens... Ah, dat is jammer. Dat je niet zo'n ping, 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 ping overheen kan doen. Printplaatje. Jammer dat ik zo'n pan niet mee kan nemen. Oh god. Oh man. Wait. Doodskisten. Cash. Ik weet niet wat ik met cash moet doen. Maar waarom zijn die doodskisten? Dat is een beetje raar. Kan ik ze openmaken? Nee. Oh my god, je kan ze openmaken. What the hell, dude? Dat het überhaupt werkt, dat is funny. Dat had ik niet verwacht. Vooral niet met zo'n klein steentje. Wait, zijn dat nog meer lijken? Of zijn dat stenen? De stenen. Waar ik van... Oh. Ga weg, rij! Oh. Get out of here! Get out of here! Ik gooi alles mis, dude. Hoe kan ik alles misgooien? Ik heb volgens mij nog niks... Oké, okay, die draak. Bla! Ik kan mijn boog... Boom! Dude! Sterf! Da! Ik heb geen arrows meer! Oh, shit! Oh! Nee! No!
Dat zal je leren. Oh, hij leeft nog. Oh. Oké, ik heb meer arrows nodig. Dat is duidelijk. Holy shit. Die arrows doen niet veel. Of beter... Oh, no! Weet je wat? Tijd is aangebroken. Give me my gun. Ik kom testen. I'm ready. I'm ready for war. Oh! Oh, this thing is strong, man! Hey, had ik nog iets gemist? Oh! Ik heb nog van alles. Damn! Een boekje over koelkasten. Dat is nou niet echt iets wat je meeneemt als je op vakantie gaat. Lijkt me. Maar, damn. Oké. Wij moeten meer arrows maken. Die bow and arrow kan op zich wel nice zijn. Maar is veel te zwaar. Ik heb geen kleine stenen. Check trouwens hoeveel horloges ik heb. Dat zijn allemaal mensen die dood zijn gegaan. Die we hebben gevonden. Moet je nagaan hoeveel mensen er al dood zijn. Alright, nou, we gaan weer verder. Er is ook een kist. Wat zit er in die kist? Kan ik die openmaken? Of is die al open? Ah, nog meer muntjes. Wat moet ik met die muntjes doen, though? Ben je raar. Heb je die kunnen omsmelten? En er kogels van maken? Maybe. Misschien staat er ergens zo'n zo'n drankautomaat. Ik kan mijn kleingeld te stoppen. Oh, dat is Kevin! Kevin to the rescue! Kleine, kleine steentjes. Kan jij even mijn kleine steentjes zoeken, makker? Ik ben op zoek naar... Get... Rocks. Ik weet niet of je dan die grote rocks gaat zoeken. I mean, rocks. Dat zijn rocks. Wat ik kijk, zoek zijn meer pebbles, right? Ah, man. Ik kom veren tekort. Ik heb niet voldoende veren. Nou. Daar heb ik geen rekening mee gehouden. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. We gaan verder. It is what it is. Ik pak ook liever mijn speer. Oh, waarom heb ik twee... Heb ik serieus twee speren gemaakt zonder het door te hebben? Wat zijn die palen hier? Oh, er zijn... Oh, er zijn nog meer van die doodskisten. Lol. Oh mijn god, er zijn er hier veel. Yo. Oh, jackpot. Beetje raar om te zeggen. Bij een vondst van allemaal doodskisten, maar... I mean... It kinda is. Ik weet niet of ik deze kan openen. Ik ben bang dat ik beneden donder hier dadelijk. Oh, deze is leeg. Kijk dan. Allemaal cloth en rope. Heb je ook een hoop eentjes die we misschien kunnen afknallen voor veren? Ik zou dat kunnen proberen, al... Ik weet niet in hoeverre dat echt gaat werken. Waarschijnlijk schiet ik alles mis. Ik heb gewoon te veel rope. Ik kan niets meer meenemen. Ja, er ligt hier zoveel rope, jongen. Ik kan er niks mee. Dat had ik niet verwacht dat ik dat zou zeggen. Ik weet niet of je in deze game überhaupt kisten kan maken waar je spullen in kan stoppen. Maar dat zou dan nog wel een goeie zijn. Dat ik echt kisten maak om daar spullen in te doen. Want het is zonde om dit niet mee te nemen, maar ik kan het niet meenemen. Kevin is inmiddels ook alweer vermist. Die man, die weet ook niet wat hij... Oh god. Die weet ook niet wat hij moet doen. Als hij dichterbij komt, pak ik mijn gun. Ik knal hem gewoon overhoop. Oh no. Oh, oh no. Oh no, dit is hun kamp. Oh hell nah. Dit is... Dit gaat weg met die radio. No. We zijn in enemy territory. Komt hij aan met zijn boombox. Dude, ik zou ze zo graag hier overhoop knallen. Imagine hoeveel loot hier moet zijn. Heb ik iets wat ik kan gebruiken? Ik kan een granaat gooien. Zou ik dat gewoon doen? Een granaat in het kamp gooien? Dat is wel een sick move. Ik ga natuurlijk niet allemaal granaten gebruiken. Ik ga gewoon kijken of er een mogelijkheid is. Waar ik een granaat kan gooien en meerdere enemies tegelijkertijd kan killen. Oh, fuck. Ze hebben mij al gezien. Ik ben al lang gespot. Ik ben nog gespot, man. No. Ik denk dat we kunnen stellen dat onze surprise attack niet gaat werken. Oh, nap. Nope. Hij is... ik kan niet redden. I am ready for you. Pla! Recht. In de... Oh! Wat? Oh, hij heeft het... Dat was in zijn nek. Is dat dood? Hij had een masker op. Jongens, laat dat een waarschuwing zijn voor jullie allemaal. Dude. Hij had gewoon een goud masker.
Ik kan die ook niet afpakken. Dat is zonde. Ik had die wel graag afgepakt. Weet je wat? Dit is op zich prima zo. Ik had verwacht dat ze met z'n allen mij zouden aanvallen, maar ze rennen weg. Dus nu kunnen wij in alle rust kijken wat we hier kunnen vinden. Er is helemaal geen loot hier! Oh ja, touw. Daar heb ik heel veel aan. Misschien dat dit helemaal niet kwaadaardig bedoeld is. Misschien zijn het gewoon allemaal mensen die zijn overleden en doen zij op een nette manier begraven. Een soort van. I mean, het is niet echt begraven als je dit water flikkert, maar ze maken wel nette kistjes en zo. Dus misschien is dit helemaal niet wat het lijkt. I don't want to fight you, man. I don't want to fight you, man. I don't want to fight you, man. Stop! Nee! 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 Ja! Oh! Bah! Bah! Ik ben alweer bijna dood. Oef. Oh, hier ligt nog wat, wat tarp. Oeh! Cash money, bitches! We gaan gewoon rustig verder. Er staat hier gewoon iemand bovenop. Oh, wat naar. Ik kan niet het vlees afpakken. Vind ik een beetje jammer. Ik zou het willen proeven. Misschien is het lekker. Ik had ze misschien niet moeten aanvallen. Maar tegelijkertijd... Het is nou niet dat zij heel erg vriendelijk waren, right? Nee, ik moet gewoon echt op zoek gaan naar veren. Want als we veren hebben, dan kan ik gewoon een hele hoop arrows maken. Dan kan ik die touw opmaken. Dan kan ik tenminste touw meenemen als ik het vind. Want het voelt zo naar... Oh, ik ben bijna bij een objective. Het voelt zo naar om al dat touw te laten liggen. Dat is gewoon... That's wrong. Het is zo'n waardevol item. In principe. En ik doe er helemaal niks mee. En zijn wij op onze bestemming? Bijna. Bijna. Na 500 meter links afslaan. Oeh, we hebben hier een kamp. Dit zal waarschijnlijk die marker zijn. Oh, uh-oh. Oeh, daar is iemand gevangen genomen. Is dat een... What the hell is going on? Ik ken hem niet, dus het is prima. Is dat een normaal mens? Doesn't look like it. Let niet op mij. Ik laat jullie gewoon lekker je ding doen. Ik kom gewoon even hier koekeloeren. Kijk wat jullie allemaal hebben liggen. En een blikje... Oh, ik kan iets eten meenemen. Dude, ik heb echt... Ik heb echt plek nodig. Gewoon. Waarom is mijn inventory helemaal vol? Yo, die man is een sikkel! Holy shit, die man is een sikkel. No, 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 no. I'm ready for war. Ready. Oh, dat was geen sikkel. Oh. Leek op een sikkel. Oh. No, 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 no. Ik ben bijna dood. Oh my god. Pilletjes erin. Doet hem altijd goed. Ik wilde hem niet vermoorden, oké? Okay? Hij tilt hem met één hand op. Jesus. Jiet hem weg. Kan ik hem bevrijden? You're free now, buddy! Run! Run! Nee, niet achter mij aan. Dude. What the fuck is wrong with you, man? Rit achter... No! No! Oké. Nope. Ik ga weg hier. Shit. Ik ga rustig weg. Ik wil eigenlijk kijken wat er nog in die kisten zit. Maar het feit dat ik niet eens eten mee kan nemen... Uh-oh. Stond een enemy naast me. Het feit dat ik niet eens eten mee kan nemen vind ik zo naar. En hier is nog een kamp. Dude, er zijn zoveel kampen hier overal. Oh mijn god. En ook zoveel doodskisten. Oh, hier. Kan ik nou dat voer gelijk eten? Wat ben ik aan het doen? Lekker openen met de blik opener. Njom, njom. Oh god. Oh no. Cat food. Gewoon in zijn geheel. Ik weet niet wat ik er nog meer mee kan doen. Maar, alright, alright. Maar, ik weet niet of je dit zagen. We hebben hier weer een golfkarretje. Begint toch een beetje, een beetje op te vallen dat overal golfkarretjes staan. En een... Wait, ik kan zitten op deze... Ah, oh, ik heb er geen idee van. Oh, hi. Dit is een stoel gemaakt van mens. Hi. Ik kom gewoon even op... De koffie. Ik heb geen suiker meer.
Hebben jullie een potje suiker? Maar het wordt ook donker. Oh no. Ik had gehoopt dat we hier een beest konden vinden. Kom ik even naar binnen. Misschien even zeven. Rustig slapen. Alles wat we vinden is dit. Want dit is toch wel de bestemming, right? Dit is... Ja, dat is precies hier. Er is hier niks. Zou ik helemaal naar boven kunnen? Naar die sneeuw? I mean... We hebben wel een winterjas gevonden. Die zullen we niet voor niks hebben. Daar moet je iets mee kunnen doen. Oh, vliegtuig! Holy shit! Oh my god, we hebben een vliegtuig gevonden! En het is zo'n knijtertje donker. Maar damn! Oh my god. That's crazy. Ik pak mijn stok erbij. Mocht er hier iets in zitten, kan ik hem... Oh! Tactical jacket. Oké. Okay. Het is donker. Waarom is het donker? Hier ligt ook van alles nog. Een fly, een pamphlet. Sick money. Ik heb niks aan geld, though. Ik heb er helemaal niks aan. Kan ik daar binnen? Ik wil er achterin zitten. Kan ik even tukken daar. Dat is zoveel geld. Dit is zo donker, man. Wat gaan we doen? We pakken onze fakkel erbij. Nog wat energy bars. Ik zag daar in de verte een blauw lampje. Dus Kevin komt eraan. Dat is mooi. Onze makker Kevin. Daar heb je hem. Ik kan shelter maken. Ik kan... Oh! Fuck, waar komt zij vandaan? Jesus! Oké, okay, ik kan shelter maken. Heel makkelijk. Please zeg dat ik gewoon even rustig in mijn boekje kan kijken. Ik kan hier sowieso niet slapen. No way. Maar wat ik heb is, ik heb tarp. En als ik tarp plaats op de grond. En daar een takkie onder steek. Dan kunnen wij hieronder slapen. Dan kunnen we de tijd skippen. Het probleem is wel, ik zie niks. Kijk. Appetee. Oh, ik kan nou wel slapen. There's no way dat ik hier ga slapen, of wel? Oh my god, ik kon niet gewoon slapen. Damn. Ik had niet verwacht dat het zou gaan. Normaal gezien, als er enemies in de buurt zijn, kan je niet slapen. Dan doet je het gewoon niet. Maar dit ziet er zo sick uit. Dit is ongetwijfeld de thumbnail voor deze video. Met die bergen erachter, wauw. Oh, er is hier nog veel meer. Hier zie je allemaal nog kratten liggen. Hé... Hey. Jackpot! Jackpot, boys! Dit zijn zulke vette dingen om te vinden. Gewoon ineens zo'n vliegtuig. Oeh, zipline ropes. Nice! Ik kan dit geven alle meenemen. Dude, waarom is er zoveel zooi? Kan ik dit opeten? Ja. Wij gaan gewoon even snacken. No, dude, er staan hier zoveel golfkarretjes. Waarom? Ik zou haast willen zeggen dat dit eiland opgekocht was door een of andere biljonair. En die wilde er gewoon zijn eigen paradijs van maken. Met golfbanen, noem het maar op. Maar dat er dus al ja, gewoon stammen hier woonden. En die hebben zoiets van, wat denk jij ervan? Na. Jij komt ons eiland hier niet verprutsen. Wacht, we kunnen onze telefoon erbij pakken. Is hier iets? Wait, waarom? Oh, dat huisje is vanwege mijn tarp. Ik denk, waarom is daar een huisje op de map? Dat is mijn tarp. Enemy, hi. Er is ook een grot hier links. Ik ga naar die grot toe. Ik blijf het raar vinden dat die groene cirkeltjes op de map meestal gewoon onzin is. Ik heb er nou twee gezien en beide was gewoon niks. Je zou zeggen dat daar iets moet zijn dat ik over het hoofd zie. En waarschijnlijk is dat ook zo. Zijn we nou een beetje de juiste richting aan het gaan? Of is het letterlijk aan de overkant? Kijk eens aan, jongens. Ik wil ook meer ammo vinden voor mijn gun. Mijn gun is nice. Ah, spin. Spin wel. Hier hebben we de grot. Is dat een kist? Ah, dat is een steen. Ik weet niet of we deze grotten moeten willen. Dit ziet er niet uit als een grot die ik eigenlijk zoek. Dit ziet eruit als een... Een enge grot. If you know what I mean. Het is fakkeltijd. Hier zit geen lab achter. No way. Wat gaan wij hier vinden? Oh, er staat gewoon een stoel.
Wait, is dat alles? Dit is... There's no way dat dit alles is, right? Er ligt niet eens loot. Oh, er ligt wel loot. Kan ik niet openmaken. Een hoop kisten. Waar zijn die kisten? There they are. Nog meer blikken voer die ik niet mee kan nemen. Nice. Tarp. Coins. Nog meer tarp. Ik weet ook niet waarom ik eigenlijk die fakkel heb gemaakt. Want dit ding doet veel meer. Geeft veel meer licht. Hé, kijk, dat is nuttig. Wires. Misschien kan ik daar tripwires van maken. Dat is wel een goeie. Als ik mijn eigen base wil uitbreiden. Dat ik er tripwires omheen doe. Want als er s'nachts enemies komen, dan blazen ze gewoon op. Oh, birdie. Maar dat is een beetje raar dat hij zo weinig was. Ik had wel meer verwacht. Kijk ook gewoon hoe die bomen waaien en zo. Het ziet er zo goed uit, dude. Ik weet dat ik continu in de herhaling blijf vallen. Maar deze game is... is something else. Gewoon qua survival experience. Top notch. Oh, we zijn aangekomen bij de sneeuw. Kijk, hier moeten we dus eigenlijk die... die winterjas voor aantrekken. Ook dat geluid... Dude. Kijk dan. Het geluid van de sneeuw en heel dat spoor. Het is hier zo stijl dat ik eigenlijk niet verder omhoog wil lopen. Want wat moet ik daarboven überhaupt kunnen vinden? Misschien een grote beer. Ik vind het wel jammer dat we tot op heden nog geen echte dieren hebben gezien. Naast de dieren die we kunnen hunten. Maar geen predators. En het zou de game gelijk een stuk moeilijker maken. Maar ook alweer... toffer, I guess? Als er gewoon beren zijn en mountain lions en zulke dingen. Kijk dan, dude! Is dit gewoon de hele map? Kan ik letterlijk daar naartoe lopen? Ik denk van wel. Oh, oh. Hi. Ze zijn ook hier. I mean, je zou zeggen dat ze het hier koud krijgen, right? Die met al die sneeuw. Dit zou een van de meest... Oh mijn god, what the fuck? Ah! Dit zou een van de veiligste plekken moeten zijn. Zou je verwachten, natuurlijk. Dit was een... was een trap. Misschien lag hij te slapen. Kan ook. Ik heb hem wakker gemaakt. Dit, hij volgt mij. Stop. Oeh, tentjes. Tentjes. Er zal niet heel veel boeiends liggen. Gezien het feit dat ik 9 van 10 keer niks mee kan nemen. Maar ik kan er zelf wel in slapen. Misschien dat we dat dan gewoon doen. Ik ben alleen niet moe. Dus ja, een beetje zonde om uit te gaan slapen. Ik zou hem hier kunnen saven. Dan kunnen we de volgende keer verder gaan. Misschien dat we dat doen. Kijk dan, dude. Oh my god. Wonderful. Hey, wat is dit nou weer? Is dat een rolstoel? Oh, het is een slee. Denk jij niet openmaken, of wel? What the hell? Oh! Oh, is een tak. Ik dacht dat ik hem kon openmaken. Dude, als ik dit kon repareren... was zo sick geweest. We gaan nog een klein beetje verder lopen, oké? Okay? We kunnen altijd teruggaan en daar saven en stoppen. En nog een klein beetje rondkoekeloeren. Het zal pas dat ik niet naar beneden donder, want wordt hij wel aardig gevaarlijk. Hé, we hebben nog een ander kamp gevonden. Naast een grot en op het ijs. Ik weet niet of wij door het ijs heen kunnen zakken hier. Ik kan wel sleeën. Met cash. Waar we helemaal niks aan hebben. En drank. Daar kunnen we een molotov van maken. Misschien dat we dat beste kunnen doen. Ik geloof niet dat ik al die drank eigenlijk nodig heb. Dus molotovs is wel een goed idee om daar... ik kan er zelfs iets meer meenemen. Dus dat gaan we doen. Ik maak daar molotovs van. Kijk hoeveel drank ik heb. Oh my god. Yes. Oké. Molotovs. We doen er nog één. Ik maak 3 molotovs. Ik denk dat dat een goed idee is. Daar kunnen we niet de grot in. Oh, en wij zijn niet de eerste. Zoals je kan zien, daar zit al een skelet. Oké. Okay. Is dit alles? Hello, sir. Nou, er is hier niet bijzonder veel. Ik vind het jammer dat die sleeën kapot zijn. Het zou nice als je die kon repareren of zo. Nog meer drank. Het was een helmpje op. Kijk, ik wil dat helmpje hebben. Waarom kan dat niet? Waarom kan ik die helm niet opzetten? Beetje jammer. Ik vind het ook wel jammer dat hij niet meer is. Ik had eigenlijk wel graag een diepere grot gehad.
Is vooral raar, want ik heb in het begin 2 van die grotten gevonden. En daar zat dus een lab in. En sindsdien niks meer. Dat is raar. En wat is dit? Is dat een helmpje? Alright, boys. We gaan hier de video beëindigen. En we gaan hier denk ik even mooi tuk in ons nieuwe tentje. En dan gaan we de volgende keer naar dat paarse uitroeptekentje op de map. Want ik weet niet wat daar is, maar de laatste keer dat we zo'n ding vonden, toen hadden wij dat raft gevonden met een gun. Dus misschien dat we daar meer guns kunnen vinden, misschien ammo, I don't know. Maar hey, vond je het een leuke video? Laat zo eens een like achter, abonneer of meer, klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Adoe!